Ja, en op voorhand leek dat een moeilijke zaak te worden voor Mitchell. Maar die is goed begonnen aan deze partij. Met name het finishen gaat prima bij de Engelsman. Een 116 finish in de eerste leg. En in de vorige leg een 71 finish met de hoge op een dubbel. Zorgt ervoor dat hij 3-0 voor staat. En ook in deze leg als eerste op een dubbel is aanbeland. En die meteen gooit. En dus is het nu 4-0 voor Scott Mitchell. Die vanmiddag nog verloor van Michel van der Horst. 100. Maar vanavond moet ik zeggen, een stuk beter staat te spelen. Kijk eens, het gemiddelde van Mitchell is bijna 97. En dat mag je dan toch ook wel verwachten, hè, van de nummer 6 van de plaatsingslijst. Meer ervaring 100. Dan de hoog. En de hoog, ja, die op voorhand natuurlijk wist, ik heb maar 2 legs nodig. Is misschien ook wel een beetje te makkelijk erin gegaan dan. 100. Met het idee van, nou ja, die 2 legs, die pak ik wel. Maar niks is zeker op dit niveau. Maar goed. 100. Nog altijd is er niets beslist natuurlijk. Blijft staan dat de hoog maar 2 legs nodig heeft om de kwartfinale te halen. 41. Maar Mitchell is op stoom. 2 keer 180 al gegooid in deze partij. 100. En dat terwijl we inmiddels ook al onze eerste finalist bekend hebben. Terwijl wij even weg waren, is er de damespartij tussen Arlene de Graaf en Irina Armstrong gespeeld. En de Nederlandse de Graaf heeft die partij gewonnen. En zij wint dus ook haar pool. Dat betekent dat zij morgen terug zal komen voor de finale. En die finale die zal ze spelen tegen of Anastasia Dobromyslova of Dita Hetman. 58. Scott, you require 141. Mitchell op 141. Die gooit hij niet uit. Maar wat laat hij over? 60. Er blijft 81 staan. Brian, you require 160. Dat is zo dadelijk voor de wedstrijd. De hoog gooit ook die 160 niet uit. 100. En dus is het aan de Engelsman. Voor een plek in de kwartfinale heeft hij een 16 nodig. En de bullseye. Nee, die niet. 40. Brian, you require 60. En dus de hoog met de kans om nog wat van het toernooi te maken verder. Heeft hij tops nodig. 1 pijl voor de man uit Rotterdam. En die gooit hij erin. Dat is een knappe finish van Brian de Hoog. Six leg. It's got to throw first. Maar daarmee is het nog niet gedaan. Dit wordt de belangrijkste leg uit de wedstrijd. Als Mitchell 100. Zijn eigen leg houdt, gaat hij naar de kwartfinale. Als de Hoog deze leg wint, gaat de Hoog naar de kwartfinale. Dat is de inzet. 85. De Hoog won gisteravond van Michel van der Horst met 5-0. 42. Dat heeft hem de riante uitgangspositie gebracht waar hij nu in zit. Mede omdat Mitchell dus vanmiddag verloor van 100. Van der Horst. Een vol huis in Hotel Zuiderduin hier in Egmond aan Zee. De avond dat de beslissingen vallen. Wie bereikt de kwartfinales? 100. Daar gaan we ons de hele avond mee bezighouden. En we hebben echt een aantal prachtige partijen op het programma staan hoor. 59. Nog altijd is het Mitchell met het voordeel. Hij is de leg begonnen. En hij heeft toch altijd initiatief. En met deze 135 houdt hij dat initiatief ook nog even. De hoog kan alleen maar de druk opvoeren voor Mitchell. 100. Doet hij een beetje.
Scott, you require 64. Komen in de beslissende fase. 64 voor Mitchell. En nu de dubbel 8. Voor de man uit Engeland. In de kwartfinale. Jawel, game, hij gaat shot, naar de kwartfinale. And hij moet met 5-1 winnen van Brian de Hoog. En dat is precies wat hij doet. Scott Mitchell plaatst zich voor de kwartfinale.